Nee, ik heb afgetast tenminste met de vakbeweging. Er is geen animo daarvoor. Men wil toch de zaken separaat houden. Want u weet, de totale vakbeweging, daar zitten dus de vakcentrales die over het algemeen dus in de private sector opereren. En dan heb je de CLO dus die binnen de overheid opereert. Men heeft gezegd van laten we dat liever dus zo houden. Ik heb afgetast. Laten we dat liever zo houden, dat dus de onderhandelingen separaat plaatsvinden. De private sector organisaties hadden gevraagd om belastingverlichting en u weet hun loonsverhoging gaan halen bij hun private werkgever. Bij de overheid is dat zo dat wij dus belastingverlichting en loonsverhoging bij diezelfde werkgever moeten zoeken. Deel van de vakbeweging wil belastingverlichtende maatregelen hebben en ander deel voornamelijk met de Lanzinaren en de met hen gelijkgestelden, zeg maar CLO, daar kijkt men uit naar en belastingverlichting en een loonaanpassing. Dat klopt. Is uw collectief bereid om te zeggen van wij parkeren die overeenkomst en we kijken gewoon naar het bod nu van die regering? Of blijft die overeenkomst gewoon van kracht? Nee, die overeenkomsten blijven van kracht. Hoor. Ja. Die overeenkomsten blijven van kracht. Ik heb u eerder uitgelegd. Zeg van wanneer je dus gaat dus naar een situatie nu, dan moet je afspraken maken als je dus nu een loonronde geeft. Over het hele overheidsapparaat, alle groepen. Dat wil zeggen dat dus de overeenkomsten geparkeerd worden. Omdat de overeenkomsten niet behelzen alle groepen. Zoals u weet, de overeenkomst van 2019, de betalingen die daar nog gepleegd moeten worden zijn. Dus zonder de onderwijsgevenden. Omdat daar nog een inhaalslag gepleegd moet worden. Bij de overeenkomst van 2020 zou wel de mogelijkheid zijn, want er is een loonreeks daar voorgesteld. En ik kan u zeggen dat die loonreeks al was goedgekeurd in de Raad van Ministers. Dat de president, de voormalige president, die resolutie had getekend. Ik kan u ook aangeven dat dus de staatsbladen reeds waren gedrukt. En dat heeft zich allemaal afgespeeld tussen 14 en 16 juli. Maar bij het aantreden van deze regering is dus de uitgifte van het staatsblad aangehouden. Die loonreeks zou je wel kunnen gebruiken om alle groepen weer in één loonreeks te plaatsen. Ik kan u terugbrengen naar 2002. In 2002 was ook een dergelijke operatie uitgevoerd. Omdat die loonreeks wel de ruimte geeft om al de bedragen te brengen in één loonreeks. Maar dit zijn detailgesprekken eigenlijk. Zover zijn we nog niet. Ik ga dat met een goed gevoel tegemoet. Dus we kijken uit naar de uitnodiging.